Ja, gaat hij lopen? Ja, hey Sander, next nieuws. Ja. Je hebt een hele lange tijd naartoe geleefd. Een aantal keren de deadlines van de websites niet gehaald. En nu uiteindelijk 1 februari, bam, staat online. Ja. Je hebt de soft launch gehad, zoals ze zeggen. Ja. Maar hoe zijn de dingen uitgekomen zoals je had gedacht? Of wat waren de afgelopen dagen? Hoe ging het? Nou ja, we hebben een soft launch gehad. Dus dat wil zeggen dat we inderdaad de service live hebben gezet. Maar daar eigenlijk helemaal nog geen aandacht aan hebben gegeven. Ja. Dus er zijn wel dingen die dan toevallig gebeuren. Dus ik had vanmorgen dan wel een interview. Maar voor de rest, we hebben er geen aandacht aan gegeven. Dus het is gewoon heel spannend. Wat gebeurt er als we niks doen? Ja. We zien dat er al adverteerders ons hebben gevonden. Die zijn nog gaan adverteren. En dat is natuurlijk superleuk. Ja. Om te zien dat zonder dat wij er iets aan hebben gedaan, er toch wel mensen zijn die het willen gebruiken. En in het begin geniet je natuurlijk van die hele kleine dingetjes. Elke adverteerder daarop is voor mij een feestje natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is hartstikke leuk. Had 10 flessen champagne geopend. Ja, ongeveer, ja. Ja. Oké. En wat zijn de reacties van de mensen om je heen? Nu ze het echt live zien? Ja, we krijgen super goede reacties. Mensen vinden het er heel mooi uitzien, heel makkelijk te gebruiken. Ja. Dat krijgen we ook als feedback terug van degene die het al hebben gedaan. Ja. Waarvan ik sommigen natuurlijk ken, maar sommigen ook compleet out of the blue zijn gekomen. Hm. En die, van eentje heb ik dan bijvoorbeeld nog een vraag gehad, dan bel ik hem even terug. Ik denk, bel maar meteen. En dan krijg je gewoon super, super enthousiast. En mensen die met ideeën komen, mensen die er dingen mee willen gaan doen die ik nog niet zelf had kunnen bedenken. Dus heel goed. Ben je een stuk rustiger nu? Ja. 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 Mooi.